Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. En in deze video ga ik de Paiso Pino Pino's bekijken. En ik ga er ook eentje kopen met deze Star Wars. Ik heb ze net gekocht, dus ik heb ook het dekje en het zadel van het nieuwe setje. Dat nu in de totaalshop hier is. Maar dat gaan we straks bekijken. Sam doet mee, Emma Lavastil, dus Emma's Planet TV doet ook mee. En Sirene Galop doet ook mee. Dus ja, laten we beginnen. En we beginnen bij de eerste Paiso Finopeert. En die staan hier. Sirene in Galop heeft deze gekocht. Die is dus ze rijdt er hier nu op. En ja. Oké, Sirene heeft deze gekocht. Ik vind die super mooi. Ze heeft die cupcake genoemd, als ik het goed heb. Even kijken. Ja, ze heeft die cupcake genoemd. Ik heb de naam gezongen voor haar, natuurlijk. En ja. Dus ze heeft deze gekocht. Ik vind deze wel mooi, maar ik vind dat er mooiere zijn. Deze vind ik dus echt super luper leuk. Super luper, op mooi, dat ging goed. Want die heeft super mooie aalstreep, jongens. Maar dat wordt hem niet. En mijn chat begint te klitsen. Oké, ja, nee. Maar deze vind ik elk een beetje saai. Ik vind die, ja, die mist een kolletje en, ja, witte voetjes, ja. Dan vond ik hem ietsje leuker. Nu vind ik hem een beetje saai. Ik vind hem op zich, het paard zelf vind ik op zich wel cool, maar nee. Ik vind hem ietsje te saai. Ik zou, het klinkt nu misschien heel onpasselijk, maar ik zou misschien ietsje specialer van hebben. Als die blauwe oogjes al gaan, net zoals ik. Ik ben een fotomodel. Ja, dus. Ik vind deze ietsje te saai. Oké, dan gaan we naar de volgende. Maar het is zo raar dat elk paard hier nu staat met zijn kop naar die balk staat. Het is gewoon. Ja. En deze vind ik toch wel echt de leukste van allemaal. Deze vind ik super leuk. Het is zo donkerbruin met zo'n appeltjes en zo'n lichtbruine gloed eigenlijk, zeg maar. Ja, ik vind... een kolletje. Ja, ik vind ze van die typische paarden die het meest voorkomt, zoals bruine paarden. Zoals nu, die vind ik eigenlijk het leukst. Ik hou meer van die typische paarden die je op zelf zo tegenkomt. Ja, nee. Misschien een beetje saai van mij. Deze vind ik heel speciaal. Ja, ik vind deze ook echt super speciaal. En mooi. Heeft hij een kolletje? Ik wil zo doen om te kijken. Want dat gaat niet echt helpen. Maar ik denk wel dat hij een... Ja, die heeft een kolletje, zei ik net. Oké. En ik vind dat zo raar dat hij zo'n die puntjes rond zijn ogen heeft. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, hier. Die heeft zo'n die puntjes rond die ogen. Bijvoorbeeld deze Pasofino heeft dat niet. Dus ja, dat vind ik wel eigenlijk een beetje raar. Maar ja, hij gaat aan het speciale paardje. En deze, ja, ik weet niet, maar ik vind zwart zo saai aan die Pasofino's. Ik vind dat zo zwartig. Ja, nee, ik vind die zwart ietsje te zwart of zo. Ik vind dat wel leuk dat er wit tussen zit. Maar nee, het is te zwart. Het is te zwart voor mijn gevoel. Maar ja, alsnog vind ik ze allemaal leuk. Dus ik heb echt nog steeds geen idee welke ik zou kopen. Echt waar. Ik vind die leuk. Ik vind die met die aalstrip leuk. Ik vind die... Nee. Die zwarte gaan we niet zeggen. Ik vind deze bruine leuk. Ik vind deze speciaal leuk. En ik vind die gevlekte ook wel leuk. Dus echt, ik ga vragen. En ik vind ze allemaal leuk, behalve die zwarte. Nee, die zwarte is echt een... Nee. Oké. Ik weet het niet, jongens. Dit is de moeilijkste keuze van mijn leven voor een paard te kopen. Gewoon kiezen die je het mooiste vindt. Dat is makkelijk praten. Ik vind ze allemaal mooi. Ik probeer mijn hart te volgen. Mijn hart zegt koop ze allemaal. Maar ik heb maar genoeg voor eentje. Dus hart, ik luister vandaag niet naar jou. Ik luister naar mijn hoofd en mijn hoofd zegt ook ze allemaal. Oh my god, ik zou een stuk moeten uitknippen. Ik denk dat ik hier nog een uur ga staan. Oh my
Ik weet niet wat ik moet kopen. Oké, jongens. Ik ben er denk ik uit. Oh ja, ik besef net nu dat ze weer op een Wildjoggingpaard loopt. Ik wil ook zo graag op Wildjoggingpaard, jongens. Maar daarvoor zijn we niet gekomen vandaag. We gaan hem kopen. Heb ik wel de goede keuze gemaakt? Ja, ik heb de goede keuze gemaakt. Oké, ik noem hem... Tornado. Ja, Tornado. Even kijken, waar is het? Tornado. Tornado. Ja, ik heb geen zin om het alfabet op te roepen. Of ja, op te zeggen, zeg maar. Dus gewoon zoeken. T. Het is maar één naampje, dus zo moeilijk kan het niet zijn. Oh ja. Oké, Tornado. Tornado. Geef me Tornado. Tornado. Ben ik nu voor bij Tornado? Waar is Tornado? Zeg nu niet dat Tornado er niet tussen zit. Nee. Of kijk ik er steeds over? Ik ga voor Domino Tor. Ik vind Tornado niet. Dus ja, Sam, bedankt voor je naam. Ik ga hem Domino noemen. Ik ga je naam lekker gebruiken. Of hoe nou? Hoe wou ik hem ook alweer noemen? Oh ja, Domino. Ik vergeet altijd alles. Oké, D. Oké, hier komt de D. Hier komt de D. Waar? Hoe wou ik hem noemen? Oh ja, Domino. Ik vergeet altijd alles, jongens. Mijn stoel schuift naar... niks gebeurd. Oké, Domino. Zeg nu niet dat Domino er ook niet tussen zit. Het wordt echt... Nee. Wacht. Ik zie je video wel waarschijnlijk. Toch. Oké, kom op, Tornado. Ik bedoel... Domino! Ja! Eindelijk! Oké. Ben ik zeker over mijn keuze? Niet kijken naar die andere paarden. 3, 2, 1. Heb ik wel het goede paard geklikt? Ik ben niet zeker. Oh my god, als ik die speciaal had geklikt, eigenlijk wou ik die niet. Ik hoop dat ik op het goede paard heb geklikt. Ik hoop het! Oké. Domino. Domino. Oké, ik heb Domino! Oké! Woo! Ik nodig... Ik ga hem halen. Maar ik weet nog geen goed geslacht en leeftijd voor mijn Dominootje. Dus dat weet ik niet. Ik weet geen geslacht en leeftijd. Welke geslacht en leeftijd zou ik doen? Misschien... Een run? Ja, een jongere. Aha, daar komt de appel van de boom. Weet ik veel, ik zit ook maar iets te brabbelen. Oké, hoeveel is het eraf? Holy. Zijn dit die goede? Waar zijn mijn goede hoeveelheid? Ach, het zal wel. Oké, trouwens, ik vind mijn kleding echt heel lelijk. Ja, hier staat Domino. Welk paardje gaan we buiten zetten vandaag? We gaan Stardust buiten zetten. Dan gaan we Domino daar zetten. En dan gaan we zo doen. Dat doen we zo. Zo doen we het. Oké. Het is bruin. We zien wel. Oké, niet kijken naar mijn kleding. Niet de mooiste. Bam. Chips. Oké, hier hebben we Tornado. Waarom zei ik altijd Tornado? Hier hebben we Dominootje. En Dominootje is super cute. Oké, we gaan snel naar buiten en we doen dit setje even om. Het probleem is dat ik mijn goede hoeveelheidsnummer vind. Welke past er nu eigenlijk bij? Ik heb geen idee. Maar ik heb ook niet de beste setjes van de wereld. Misschien dat we hier nog iets vinden. Nope.
Noep, noep, noep. Oh, wat past hierbij, jongens? Oh, kleren bedoel ik. Topjes. Bruin. Oh, oh, deze past er op. Oh, maar deze past er ook bij. Oh ja, deze past er echt heel goed bij, eigenlijk. Ja, oké. Okay. Ja. Zo. Hoedje af. Ja, hoedje gaan we afdoen. Nog steeds weer de beste kleren. Oh my god, jongens. Ja, zo. Het is zo moeilijk. Om een op zijn minst een mooi zitje. Oh, oh, wauw. Deze trui past er ook bij. Ja, lekker dan. Oké, hier hebben we onze Pasofino. Straks gaan we de gangen bekijken. Maar ik weet wel hoe die stijger gaat. En ik vind die stijger echt super leuk. Moet ik wel vragen, eigenlijk eerlijk gevraagd, hè? Oké. Oh, hartje. Oké, hier staan we dan. Met onze Pasofino en met mijn prachtige snor. En mijn trui die er perfect bij past. Plot. Oké. Ik ben verliefd op de stijger. Oké, hier hebben we een Pasofino peert. En ik ben er super blij mee. Gaan testen. Ja, ik vind die stijger echt heel realistisch. Kom, stel je eens voor. Een paard zou het dus echt zo doen als hij verschiet, toch? Nu dat ik daarover denk, omdat het paard zo realistisch is, ruik ik ook gewoon precies paard als ik uitadem. Hebben jullie dat soms ook als jullie zo een paardenonderwerp of zo hebben? Dat jullie soms dan als jullie uitademen zo paard ruiken? Geen idee, het klinkt heel debiel. Maar ik heb dat dus. Oké. Oké, nu is het al over. Oké, laten we hier onze gangen gaan uittesten. Oké, Sienna. We beginnen met de achteruitloop. Prachtig, prachtig, prachtig. Dat is een showpaard of een dressuurpaard? Ik heb geen idee. Oh, Sienna doet even mee. Dan hebben we eventjes een stijger. Super cool. Die benen blijven mooi naast elkaar. En zoals hier ook startponies. Dat is ook zo. Deze is tenminste zo. Ja, nee, deze is veel leuker. Nou, eindigt die zo realistisch? Ja hoor. Oké, dan gaan we naar de stap. En deze stap vind ik ietsje minder. Ik vind het op zich wel mooi hoe die benen zeg maar gaan. Maar ik vind dat dat hoofd zo stijf zo. Alsof je super hard aan die teugels wordt getrokken ofzo. Ik heb geen idee, want kijk, die teugels hangen eigenlijk heel los. Ik hoop dat bij de nieuwe mannetjes zeg maar, van Star Stable, zeg maar de teugels ietsje strakker worden gehouden. Want als die paarden zo echt zo lopen en die teugels zitten echt zo'n pudding los, dan is dat gewoon niet meer realistisch. Dus ja, nee. Oké, maar dan gaan we door naar die draf. Daar zitten, ja, misschien dat ik het verkeerd heb. Maar ik vind dat hier dat hoofd ook wel stijf staat, moet ik zeggen. Ja. Nou, ja. Dan gaan we naar de galop. Maar kijk, er is niet veel veranderd sinds, ja, dat die weggehaald zijn van Star Stable eigenlijk, hè. Die hebben toch precies dezelfde gangen als toen dat die per ongeluk op Star Stable werden gezet. Ja, ik heb daar geen video over gemaakt, maar die werden dus per ongeluk op Star Stable gezet. Oké, maar dan gaan we naar de volgende galop. Eigenlijk vind ik deze wel leuk. Maar hier komt het echt de volgende galop. Maar hier vind ja, ik vind het echt super mooi. Er is niks met die galop zelf. Maar het is gewoon die manen. Die manen die overdrijven een beetje. Kom op, het is een mooi weer vandaag. Ja. Oh ja, de sliding. Oké, dat is echt dik afgepakt van de quadders en de Juniper, wou ik zeggen. Nee, van de. Hoe noemen die nu alweer? Oh my god. De paint, ja. Oh, holy. Oké. Die sliding is afgepakt van de paint en de quadder. Maar we gaan nog eens kijken. Allee, ja, want het is zo een net paard en dan krijg je deze sliding. Ik vind het wel een mooie sliding, maar ik vind dat gewoon niet meer ja, bijpassen van zeg maar, het soort paard dat hij zeg maar echt is. Maar oké, dan gaan we naar de draai.
sprong. Zo, kijk, kijk, kijk. Blokkeer. Oké, ja. Oké, ja, ik ben er helemaal blij mee. Dan gaan we nog eens naar de maanstijl kijken. Aan hem, maar gewoon met die voorpluk. Maar ja, nee, ik vind dat niet mooi. Jij verandert. Nee. Oh ja, de speciale gang. Hoe kan ik dit vergeten? Oké, vlechtjes. Er gebeurt ook weer niks met de staart. Maar ik vind die staart ook veel te dun om er echt iets aan te veranderen. Dus ik vind dat op zich niet slecht dat er niets wordt veranderd aan die staart. Ja, bijna kaal. We gaan hier even kijken. Ja, dus weer niks. Dat mag niet uit. Maar deze vind ik mooi. Maar ik ga deze niet kopen, maar deze vind ik wel mooi. Wacht, wordt die nu dikker? Oh nee, toch niet. Ja, oké, prachtig maanstijlen. Die andere maan zijn lelijk. Beetje. Oké, er staat iemand naast mij. Oké. Oké, dan gaan we naar de speciale gangen kijken. Sorry. Oké, dit vind ik echt een heel grappige gang. Alleen dat is zo precies alsof je dat paard zo de piaf wilt leren. En dan kan die het net een beetje. Probeert hij te piaf te doen. Die probeert de piaf te doen. En die zegt hij zo. Oh, ik ben vliegen. Maar kijk hoe schattig die zo. Die wil echt gewoon de piaf leren of zo. Oké, dan gaan we nog naar de andere speciale gang. Want die heeft nog een speciale gang. En dit lijkt op de curly shuffle en ook op de ding. Hoe moet ik dat zeggen? Dult, ja. Maar ik vind dat die kont te klein is voor dat paard. Nee, ik vind dat die kont veel te klein is voor dat paard. En dat haar hoofd zo in die nek wordt. Ik vind dat haar hoofd precies te groot is voor de lijf. En die kont te klein is voor dat lijf, ja. Ja, ja. Zo is het alweer beter. Maar vanaf je stap. Nee, ik vind die kont te klein. Ja. Ik hou echt van deze gang. Ik hou echt super veel van deze gang. Ja, oké. Ik ben super helemaal blij met het paard.